Joost, van harte proficiat met jouw gemeentelijk onderscheid. Dankjewel, Jan. Welverdiend. Ja, dat hebben anderen voor mij bedacht. Maar ik waardeer het zeer dat ik dat heb ontvangen. Een buitengewoon drukke receptie. Ja. Niet verwacht, hè? Niet verwacht. Nee, het is natuurlijk toch zo. Ja, het college schrijft dan een receptie uit. En dan is het altijd maar afwachten wie komen. Maar er zijn op grote schaal heel veel mensen gekomen. En dat doet toch wel goed. Dat zegt iets over jouw functioneren in de afgelopen 8 jaar. Ja, dat zeg jij, Jan. Ik zeg steeds van, ik heb het gewoon heel fijn gevonden dat ik het heb mogen doen. En als ik dan ook aan een woord denk, dan is het toch vooral aan dankbaarheid dat ik dit heb mogen doen. Ja, en 8 jaar geleden kwam ook net de crisis boven water. Ja, nou, de eerste 2 jaar van mijn ambtsperiode, toen ging het eigenlijk goed. Toen zat de economie echt op hoog niveau. En toen werd het 2008 en toen merkte ik al heel snel dat het heel fors bergafwaarts ging. En toen was er echt stuurmanskunst nodig om de financiën echt op orde te houden. Want we hadden natuurlijk ook behoorlijk wat ambities rond de bouw van al die scholen. En nou 8 jaar na 8 jaar, de laatste brede school bij de Bunders is gebouwd en is klaar. Dan kijk je ook daar met een heel goed gevoel op terug. Want het was keihard nodig dat daar iets zou gebeuren. Ja, zeker. En fantastisch dat ze er zijn. Ja. Joost, nog een andere vraag. En een proficiat eigenlijk, maar een bijzonder ambtenaar. Ja, buitengewoon ambtenaar, burgerlijke stand. Buitengewoon ambtenaar. Ja, Babs heet dat dan. Ik ben in de afgelopen 8 jaar, eigenlijk op advies van Ivo Kortman, ben ik buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand geworden. Voor de periode dat ik wethouder zou zijn. En Ivo zei toen tegen mij, dat is hartstikke leuk, want misschien als jouw kinderen gaan trouwen, misschien willen ze wel dat jij ze trouwt. Dat is ook inderdaad gebeurd. Twee van de 3 kinderen heb ik getrouwd. Eén in Swalmen, met toestemming van het college van Roermond. En één in Oostwijk. Maar er zijn ook andere mensen die gevraagd hebben of ik ze wilde trouwen. Dat heb ik dan ook gedaan. Joost, proficiat daarmee met die benoeming. Dank je. En dan had je ook nog een persoonlijk tintje meegekregen van de burgemeester. Een kunstwerk. Oh ja, dat is een kunstwerk. Ja, dat is dat verbindende verhaal. En ja, ik heb ook zo mooi gevonden dat ik midden in deze samenleving heb mogen staan als wethouder. Want we hebben dan 3 kernen in 1 gemeente. En dat is ook de symboliek die in dat kunstwerk zit. En je ervaart ook gewoon de verscheidenheid van die kernen. Maar ik vind samen vind ik het een heel mooi plaatje. Marian, jij hebt Joost zo'n pak een beet een kleine 30 jaar nogal eens moeten missen. Ja, klopt helemaal. Maar dat ging vanzelf. Ja. En heb ik nooit erg gevonden. Nee. Nee, maar dat is ook de kracht van de thuisgrond, denk ik. Van als we erachter staan. Achter hem staan, ja. Maar ik was het al wel gewend toen hij in het onderwijs, want toen zat hij in het avondonderwijs. Hè? En, dus dit is vanzelf gegaan. Heb ik nooit niet erg gevonden. Ja, maar toch, ik weet dat het wethouderschap zo'n 70, 80 uur per week. Ja. Nee, ja, maar er viel heel veel mee, hè, Joost? Nou ja, als je, er zitten natuurlijk aan die functie, daar zitten echt heel veel echt verplichtingen en zware vergaderingen. Maar er zitten ook heel veel leuke elementen in, bijeenkomsten met gildes, met kermissen, carnaval, etc. En als je daarvan geniet, is dat ook niet zo'n belasting. En dat heb ik toch wel geprobeerd. Nou heb ik begrepen dat de nieuwe caravan in aanbouw is, Marian? Ja, dat klopt helemaal. Anders zouden we maandag eigenlijk al gaan. Hè? Maar nou wordt hij over 2 weken wordt hij pas gemaakt. En nou hopen we met Pinksteren. Hè? Joost heeft zijn reisje ingekort. Dat zal Frankrijk? Ja. Kan bijna niet missen. Nee, rondreisje door Frankrijk. Ja. Dus hebben we veel zin in. Ja. Nou, ik zou zeggen namens MTV proficiat met alle onderscheidingen die er zijn. En geniet van de vakantie, geniet van vooral het pensioen en geniet ook vooral van de kinderen en de kleinkinderen. Dankjewel. Jullie ook bedankt voor het mooie werk wat jullie doen. Want
ben ook best veel bij MTV geweest, ook op de radio. En het is goed dat we zoiets hebben. Kijk, dankjewel Joost. Het gaat je goed. Ja, dankjewel.